Ik ben Gerard Broersen. Samen met twee broers en een neef hebben wij een tuinbouwbedrijf. Wij produceren spinazie en dat doen we in Lutjebroek. Aanvankelijk als landbouwer en later als tuinder. Dat doen we al vanaf ongeveer 1570, hebben ze uitgezocht in de registers. Het is een beroep wat we bij ons in de familie eigenlijk van vader op zoon al doen. Wij proberen zo milieuvriendelijk en zo gezond mogelijk producten te telen. Dat doen we door zo weinig mogelijk meststoffen en heel weinig gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Daarbij hanteren wij de milieukeurstandaard. En dat is in Nederland een hele strenge standaard. Spinazie is een heel gezond product. We weten natuurlijk dat je er heel sterk van wordt. Popeye is daar het voorbeeld van. Er zit veel ijzer in, net als in andere groene groentes. Maar er zit ook veel vitamine B6 en B12 in. En ook antioxidanten die de weerbaarheid van de mensen verbeteren. Wij proberen een gezond product in een gezond mogelijke bodem te telen. Dat doen wij volgens bepaalde standaards, waarbij Global Gap de normale standaard is en wij volgens milieukeur werken. Dat betekent dat we minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, zo weinig mogelijk kunstmest en zo goed mogelijk teeltsystemen om een goed product en een goede bodem in stand te houden. Want hoe gezonder de grond is waarin je teelt, hoe mooier en betere producten je kan telen.